Hallo iedereen, Pieter hier, oftewel Oma bakfiets met vandaag een nieuwe commentary. Vandaag is dag 16 van mijn Augustus Marathon en vandaag heb ik voor de verandering wat Black Ops 2 gameplay voor jullie. Ik had Black Ops 2 al een tijdje niet meer gespeeld en ik heb deze hele Augustus Marathon ook eigenlijk nog geen enkele, eh, nog geen enkele Black Ops 2 gameplay geüpload. Dat vond ik dus wel een beetje matig van mezelf en toen zag ik op een gegeven moment ook een comment staan van Pieter. Ik zou toch best wel graag eens wat meer Black Ops 2 willen zien. Dus ik ben op zoek gegaan op mijn harde schijf naar een Black Ops 2 gameplay. En dit was de beste die, er, uh, die erop stond. Ik speel solo. Ik speel goed voor de objective. Ik, uh, ik heb geloof ik flink wat flags. En ik, uh, ik haal ook flink wat mensen van de flags af. En uiteindelijk winnen we het potje daardoor. Het ging dus wel redelijk goed, dit potje. Ik, uh, ik meld het er speciaal bij dat ik solo speel. Omdat dat tegenwoordig een beetje. Pure noodzaak is geworden op Black Ops 2. Je ziet vaak mensen en die. Uh, die lopen dan te spawnen, rappen met full party, een beetje nuclears te halen. En dan. Uh, daar heb ik zoiets van, ja, wat, wat schiet je nou op? Het is, een, uh, het is een emblem, het is een medal, of hoe ze dat hier ook noemen. Dus persoonlijk ben ik daar niet zo'n fan van. Doe mij maar een moab. En ik. Uh, ik vind persoonlijk MB3 ook een leuke spel. Daar wilde ik het vandaag niet met jullie over gaan hebben. Voordat ik het over mijn echte onderwerp wilde gaan hebben, wil ik nog even. Um, even met jullie vertellen over. Um, Iets meer over de gameplay. Ik speel met de killstreaks UAV, lightning strike en um, dat ene gekke helikoptertje. Ik weet niet hoe dat ding heet joh. Wat, uh, wat is dat? Um, quad rotor is, heet zo'n ding. Maar ik weet niet hoe dat uh, in de killstreak vorm nou weer heet. In ieder geval, ik had deze killstreaks uitgekozen. Omdat ik ze allemaal best wel geinig vond om te gebruiken. Vooral dat helikoptertje. Dat vond ik heel leuk om te vliegen. Dus daarom, uh, daarom had ik hem erop gezet. En ik uh, lightning strike en UAV. Vind ik altijd wel handig als je niet met teammates speelt. UAV is altijd wel een beetje sociaal naar je, naar je teammates toe. Zodat je teammates een beetje weten waar de enemies zijn. En Lightning Strike is extreem handig. Mocht er iemand op een vlag gaan zitten, dan kun je even een, uh, een hele vlag kleren. En dan, uh, dan kunnen ze die niet cappen. Daarom had ik deze killstreaks gekozen. Natuurlijk zijn UAV en Lightning Strike ook wel een van de, de beste killstreaks uit de lagere, uit de lagere point uh, dingen. Van dit hele spel. Dat was natuurlijk ook een reden dat ik zat gekozen. Maar. Um... <laughs> De reden waarom ik dit, deze gameplay eigenlijk leuk vond. was omdat ik eigenlijk een beetje, een beetje ging kloten met dat helikoptertje. Niemand vindt dat helikoptertje volgens mij leuk om te gebruiken. Maar ik vind het persoonlijk vind ik het echt een geniaal ding. Je vliegt een beetje rond. En ik heb er persoonlijk heb ik er nu ook een beetje een strategie achter gevonden. over hoe je, hoe je daar goed in leven mee blijft. Want je bent echt heel snel dood in dat ding. Het kost echt iets van 5 um, van kogels, maar ten, totdat je dood bent. En dat is, um, dat is een MW3 wel anders met de Recon Drone. Daar moet je geloof ik een heel magazijn op lezen schieten, wil je die ook maar een beetje stuk hebben. Maar deze is dus redelijk snel stuk. Alleen mijn tactiek erachter om um, langer in leven te blijven met dit ding is eigenlijk gewoon om, um, om laag te blijven vliegen. Natuurlijk kan je nog wel af en toe een beetje hoog gaan, maar uh, als je voornamelijk laag blijft vliegen. Dan verwachten die enemies je daar niet zo laag. Dat ze ten eerste dan denken, huh, what the fuck. Zo'n helikoptertje op zo'n laag niveau. Wees dus ook niet gevreesd om een gebouwtje in te vliegen. Dat doe ik dit, uh, dit potje ook. En dat is ook <laughs> best wel grappig. Om dan die enemy, uh, weet je. Het is zo jammer dat je geen gezichtsuitdrukkingen in dit spel kan zien. Maar als er een gezichtsuitdrukking in dat spel was. En ik kwam op dat moment met mijn helikoptertje binnenvliegen. Dan had ik echt sowieso zeker geweten. Dat ze echt zoiets hadden van, what the fuck is dit nu weer. Maar ja. Dat was dus een beetje over de gameplay. Ik, uh, ik wil het vandaag met jullie uh, over iets gaan hebben wat mij uh, persoonlijk heel erg dwars zit. Waar ik me heel veel zorgen eerlijk gezegd ook om ga maken. Ik kan er wel stoer om gaan doen van: oh, komt wel goed hoor, uh, bla, bla 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 bla. Maar ik maak me er toch echt, uh, echt wel flinke zorgen om. En uh, wat het eigenlijk is, is dat ik, uh, dat ik het met jullie over wilde hebben: over dat de Xbox One, dus zeg maar de opvolger van de Xbox 360. En ik gebruik persoonlijk de Xbox 360 nu ook. Dus eigenlijk kan je het een beetje noemen de opvolger van mijn console. Die gaat pas in 2014 naar Nederland, Zweden en België toe komen. En nog een paar andere landen. Die landen wist ik toevallig uit mijn hoofd. Maar in ieder geval Nederland en België. En daar maakte ik me persoonlijk toch best wel veel zorgen om. Gewoon omdat uh, ik toch wel altijd een beetje een voorstander was van de... Um, ja, hoe kun je dat noemen? Van de Xbox. Ik vind die controller gewoon een stuk dus echt, echt... Echt veel fijner in de hand liggen en uh, ja, die, die Playstation uh, controller vind ik gewoon een beetje vervelend klein. Doet een beetje zeer aan mijn klauw als ik daarmee wil gaan schieten. Ik bedoel, het blijft allemaal hetzelfde. Het blijft allemaal gewoon met je richtertje naar het enemy'tje toe en dan je enemy overhoop schieten. Door je rechter trigger in te drukken. Maar op zich is het, uh, vind ik die stickies gewoon vervelend dicht bij elkaar zitten. En misschien hebben Playstation mensen dat ook wel als ze dan weer juist naar de Xbox toe gaan. Maar ik vind persoonlijk dus de Xbox controller ook een stuk fijner en dat was eigenlijk de voornaamste reden waarom ik uh, eigenlijk de Xbox uh, One zou gaan kiezen. Er is een hoop om te doen van ja, Playstation 4 heeft betere graphics, heeft betere spellen, heeft betere dit, heeft betere dat. Is misschien allemaal wel waar, maar je moet uiteindelijk toch, um, toch gaan kiezen op gewoon iets wat, wat jij nou echt belangrijk vindt. En dat vind ik controller, want ik weet uiteindelijk dat die games, net zoiets als de PlayStation 3 en de Xbox 360, het zal allemaal echt om het even zijn. Je ziet geen verschil tussen de PlayStation 3 en de Xbox 360. Daar hebben de game developers geprobeerd uh, een beetje verandering in te brengen. Van, uh, ja, kijk, wij kunnen dit nu en wij kunnen dat nu. Maar uh, het verhaal blijft gewoon, er blijft geen verschil. Dus uh, ze hebben allebei ongeveer hetzelfde wat ze kunnen gaan doen. Ze hebben allebei ongeveer dezelfde specificaties uh, gekozen. En dan heeft uh, Sony een beetje iets handiger de dingen uitgekozen. Met dat het net allemaal iets boven de Xbox is. En dat daarom uh, veel mensen de, de Playstation gaan kiezen. Maar... Het verhaal is dus dat ik me nu zelf ook wel een beetje begin te twijfelen of ik wel niet aan de, de PlayStation 4-controller wil wennen. Gewoon puur en alleen omdat, die, uh, omdat dat ding gewoon een stuk later uitkomt. Ik denk persoonlijk dat, uh, dat de Xbox One gaat uitkomen, op, uh, of eigenlijk allebei, denk ik dat die ongeveer begin uh, november, misschien midden november gaan uitkomen. Ik denk nog wel dat ze op tijd zullen zijn voor de nieuwe Call of Duty. Misschien ook niet, maar ze zullen in ieder geval ruim op tijd zijn voor de feestdagen en dan al helemaal de Amerikaanse feestdagen, dus een beetje Thanksgiving en en uh, uh, Christmas, hoe ze dat noemen dat, Kerst noemen ze dat in Nederland. Daar zullen ze in ieder geval ruim voor zijn, want dat is echt dikke kassa voor die uh, voor die game developers en uh, ze zullen dus rond die tijd ook waarschijnlijk gewoon in Europa gaan verschijnen. Maar niet dus in Nederland. Dat is dus eigenlijk een beetje de voornaamste reden. Want uh, 2014. Geloof mij nog maar. Neem er van me aan. Dat zal echt niet 1 januari 2014 zijn. Dat zal echt wel een paar maandjes nog gaan duren. En ik weet gewoon niet of ik 4 of 5 maanden wil gaan wachten. Gewoon alleen maar omdat ik een Xbox One wil kopen. Die overigens ook nog eens 100 uh, euro meer gaat kosten. Dat is een beetje waar ik over twijfel. Laat ook vooral jouw mening hierover achter. Ik, uh, ik zou dat heel graag willen weten. Want ik vind dit. Uh, dit is persoonlijk wat mij nog het meeste dwars zit. Ik bedoel, Microsoft heeft allemaal van die dingen erin gedaan waar de meeste mensen niet zo heel fan van zijn. Maar ik vind dit persoonlijk nog wel de ergste. Hij komt gewoon bijna een half jaar later uit in Nederland. Misschien is er een manier om er omheen te werken. Dat je hem in Duitsland koopt ofzo. En dan met een uh, VPN laat denken dat je ook in Duitsland bent met het activeren van het netwerk. Dat zou ik allemaal niet weten. Dat zou ik allemaal nog moeten uitpluizen of dat überhaupt zou kunnen. Maar... Uh, dan moet ik me ook maar weer zelf even gaan afvragen of ik telkens... Euh, als ik een spel aan het spelen wil... Of, of telkens als ik een spel aan het spelen ben... Of ik dan telkens wil kijken naar... Uh, double kill! Jawohl! En dat soort dingen. Ik vind die Duitse taal vind ik een beetje... Um, een beetje vervelend. Doe mij maar Engels om te luisteren naar... Um, naar dat soort dingen. Aan de andere kant heb ik wel Duits gekozen. En is dat ook wel handig als ik daar een beetje een aardig woordje in leer te spreken. Maar um, ja... Dat was dus een beetje wat mij dwars zat aan de Xbox uh, One en de uh, PlayStation 4. En wat, uh, wat mijn afweging daartussen is. Misschien moet ik maar even snel een PlayStation 3 gaan ruilen ten, ten, uh, ja, tegenover mijn Xbox 360. Zodat ik alvast aan de controller kan gaan wisselen. Kan ik ook wat, uh, wat dingen gaan doen met mijn PlayStation subs. In plaats van eigenlijk alleen maar met mijn, uh, mijn Xbox subs. Ik zal waarschijnlijk niet gaan ruilen. Ik denk namelijk dat ik wel voornamelijk Xbox One ga spelen. Omdat ook gewoon een hoop van de mensen die ik, uh, die ik daarop ken speelt erop. Paul, Fish. Dus um, dat is ook weer iets waar ik over na moet denken. Wat gaan zij kopen? Dat is eigenlijk, wat mij betreft, misschien nog wel de allergrootste um, keuze die je moet maken. Gewoon wat spelen je vrienden? Dan moet jij dat ook gewoon gaan spelen. Zo simpel is het. En um, ja. Volgens mij zit de gameplayer hier bijna op. Ik ga nog één keer mijn helikoptertje inkallen, waarvan ik nog steeds niet weet hoe dat uh, ding heet. Ik noem het gewoon de Recon Drone on, um, <laughs> on Steroids. Als jullie begrijpen wat ik bedoel, hier was dat enige gebeurde dat ik het enige boutje invloog. En dat die kerel, bij wie ik uh, een headshot schoot, geloof ik, met, uh, met het helikoptertje echt dacht: van what the fuck. Maar ja, hier is hij in ieder geval. Probeer ook uh, met een Recon Drone. <laughs> Eén is een beetje één van de weinige tips die ik je kan geven in Black Ops 2. Omdat ik dit spel maar uh, een paar dagen speeltijd in heb. En dat is uh, best wel iets, uh, iets minder dan mijn 50 dagen speeltijd die ik in MW2 en MW3 samen heb. Maar ja, dit helikoptertje blijft dus lager vliegen. En probeer ook uh, mensen in het verlengde van je neer te schieten. En niet zoals ik hier doe uh, naar beneden te schieten. Want dat werkt gewoon minder goed. Geef me een likeje als jullie hem leuk vonden. Vergeet ook niet een comment achter te laten met jouw mening. Ik weet dat een hoop mensen... De Xbox One uh, leuk vinden, gewoon puur en alleen om de reden dat, uh, dat ze een Xbox 360 hadden. Daar behoorde ik ook toe, alleen uh, ik ben wel echt uh, flink bang geworden, kan je het best wel noemen, door dit, uh, dit bericht. Het is ook geen, uh, geen rumor, het is ook geen gerucht, het is echt, echt aangetoond: de Xbox One gaat gewoon bijna een half jaar later komen in Nederland. Ik, uh, ik zou zeggen, jongens, laat een comment achter, like je. En tot de volgende aflevering van mijn Augustus Marathon. Later, gasten.